veel gedaan. Natuurlijk met een Q-show gehad. Daar was ik weer. Leuk te kijken naar deze nieuwe vlog. Ik weet niet hoe lang het nog en van regen te buiten lukken. En ik zie niks qua regen, maar toen ik boven kwam op de hoek van en dan nog filmen. Dat hier was het dus. Het regent een klein beetje zo gezien. Maar goed, het is lekker. We gaan het regenen. Ik heb een bakje koffie gepakt voor mezelf. En die ga ik lekker opdrinken. Dus, ja, voor de rest gaan we vandaag rustig aan doen. Een beetje chillen, denk ik. Fysiotherapie heb ik nu zometeen. Om 11 uur bedoel ik. En daar ben je ook niet van. Ik wil niet heel erg filmen. Dus, mensen, kom op de plank. Mensen, we gaan allemaal een leuke dag van en tot straks alweer. Goed. Hoi. Nou, nu toen ik aan het wakker, onverwachts. Het regent een klein beetje. Dus, ook even lekker. Zo ga je. Kijk waar mijn moeder zit. En ik ben de buitenkant. Goedemorgen. Ik heb een camera aan, ik wil het bestellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, graag. Mag ik kort maken? Dankjewel. Goed mensen. Ik heb wel gezellig met mijn moeder. Ik heb er nu. Altijd zegeltjes. Maar goed, het is even gezellig met mijn moeder. Even leuk. Dus. Minder is. Maar goed, morgen ga ik het lekker gezien. En mijn moeder. Dat vind ik gewoon leuk. Dus, ja, ik heb er veel gedaan. Natuurlijk met, met een Q-show gehad.
show gehad. Met zijn dingetjes. Dus dat soort dingen een beetje bewust gaan we een beetje. We gaan nog een beetje kijken op Twitch. Met ja, leuk. Ik weet ongeveer wie de gast is. Dus dat ga ik ook vanmiddag even. En dan gaan we nu zo meteen even fragmenteren. Van vandaag, van gisteren. En dan zien we verder wel. Dan zie ik zo meteen thuis weer. Goed mensen, ik heb het tijd niet gevolgd. En dan heb ik even te kijken naar RaceGrid en al die dingen gedaan. Laatste scène was toen mijn moeder toen ik op de bakken zat. En dat is niet vervelend te volgen, maar gewoon leuke dingen gedaan. Vlogje geüpload, vlogje gemonteerd, vlogje gedaan. Dus al die dingen een beetje gedaan. Dus als je kleine vlog is, maak ik de dingen te gebruik, denk ik. Maar goed, ik zie je natuurlijk ook al een tijdje aan het eten. Dus dan zie ik het zo meteen. Ik ga even na het eten weer. En ik vind het wel spannend, natuurlijk. 5 en 6 september. Nogmaals, ik zal het even zo vertellen. Want voor herinnering, voor reminder. Dat dan twee video's online komen. In plaats van vlogs, omdat ik namelijk. Even goed staan. Dat ik namelijk niet allemaal mooi in de rol zit. Ik zit in een nieuwe rolstoel. Nadat ik dus twee video's online komen. Eén om 1 op de woensdag. Dus het 1 op de woensdag 5 september. En 1 op de donderdag 6 september. En daarna zijn er gewoon weer vlogs. Dus ja. Dat is een beetje. Voor de rest nu zo meteen naar het eten weer. En zo meteen. Goed mensen, ik ga even een kopje koffie halen boven, lekker even. We zijn het al koffie te maken. Nee, maar grapje. We zijn vergeten om de koffie met water bij te vullen. En een beker in te zetten. Kijk maar. Maar, een prettig keer drukken. En ik ga even boven koffie halen. Dus, ja. Dan gaan we zien wat we vandaag verder nog gaan doen vanavond. Ik denk niet zoveel meer eigenlijk. Een beetje, nee, echt niet zoveel meer. Dus, ik ga naar de koffie weer. Allemaal tot straks. Goed mensen, ik heb lekker koffie op. Het was even lekker buiten. Het is mooi weer, het is lekker koel eindelijk. Heerlijk koel. En, ook op de bank. Lekker koel buiten, lekker goed te doen. Lekker dag gehad, dus mensen, vind ik wel gewoon leuk. Doe dan een duimpje omhoog, vergeet niet hieronder te abonneren. Als je nieuw bent, vergeet niet hieronder. Ik nog gezegd, sorry. Zeker morgen om 7 uur met een nieuwe vlog. Aankomende september, 5 en 6 september. Het komt er geen voor aan 7 video's. Twee speciale video's. Voor een persoon die ik ken op Twitch. Wil je die graag zien? Ben je zeker op mij geabonneerd of ga even dat rode knopje. Wat ik net al eerder zei. En dan ga ik een beetje aan het drukken. Voor nieuwe video's. En ik die graag zeker te zien. Als je daar nieuw benieuwd naar bent. En dan zeggen mensen nou tot morgen. Laat het kijken.